op straat. Benny was zonder meer een van de stoerste gasten die ik ooit in mijn kantoortje heb gehad. Zowat even breed als lang. Biceps vol tatoeages, dat soort werk. Type vrachtwagenchauffeur, precies zoals zijn cv ook zei. Het enige wat niet klopte aan het beeld, hij was gebracht door zijn vrouw. Hoge hakken, hoogblond haar. Want bij Joyceline in de auto gaat het nog net. Benny had 15 jaar lang op de weg gezeten. Een tof leventje, tot ik een mietje werd. Een angsthaas. Hij spuugde zichzelf zowat uit. Ik begreep dat je straatvrees ontwikkelde. Jep, nogal lastig voor een trucker. Dus hebben ze me op straat gezet. Nou ja, op straat. Mijn huis kom ik dus niet meer uit. Hij zweette inmiddels behoorlijk en keek steeds naar de deur. Mag ik nu weg? Heb je hulp gehad? Hij keek naar me alsof ik een roze Fiat Panda was. Hulp? Als je bedoelt dat ik op netwerkcursus en sollicitatieles moest, nou, dan hebben ze me grandioos geholpen daar bij het UWV. Ze hebben niet geïnformeerd wat er aan de hand was? Nope. Kijk, van zoiets word ik dus plaatsvervangend boos. Dus toen Benny weg was, hij holde zowat mijn kamer uit, klom ik meteen in de telefoon met bedrijfsmaatschappelijk werk. Ik heb een mooie klus voor jullie. Ik riep het zo hard dat ze vroegen of het wel goed met me ging. In de maanden daarop reed Joyceline haar man trouw naar zijn afspraken met de psycholoog en zat ik zijn toekomst te plannen. Een toekomst van heel kleine stapjes vooruit. 1. Zodra de straatvrees wat onder controle was, hier in huis aan de slag als postsorteerder, nog onder begeleiding van de psycholoog. 2. Als dat goed ging, hier af en toe een klein stukje naar buiten, 5 meter, 10 meter enzovoort, maar wel begeleid. 3. Wie weet kon hij daarna eerst heel voorzichtig in de directe omgeving wat post gaan bezorgen. Het duurde langer dan ik had gehoopt, maar uiteindelijk lukte het. Benny doorliep 1 tot en met 3, ging vervolgens zelfs mee met een groepsdetachering, post sorteren bij een van de grote landelijke jongens. Ik verloor hem een tijdje uit het oog, maar onlangs zag ik hem rijden. Rijden, ja. Als chauffeur, achter het stuur van een pakketpostbestelbus. Hij toeterde naar me en hief een enthousiaste overwinningsvuist. Achter zijn voorruit had hij een kentekenplaat gezet, zoals truckers vaak doen, met in plaats van het kentekennummer een naam. Joyceline.